En toen ben ik dus op een bepaalde zondag ben ik naar Amsterdam per vliegtuig. Daar was ik ook weer helemaal alleen. Mengelberg met de orkestbode, met zo'n stapel muziek enzovoorts. En toen heeft hij me getest en van alle mogelijke dingen gevraagd. Welke Mengelberg was dat? Willem Mengelberg. Daar was Rudolf Mengelberg natuurlijk ook bij. En het bestuur, dokter Heineken en Ooyens en nog een hele hoop anderen. Want de zaak was zo, ik zat een beetje vast aan dat contract. En toen heeft Mengelberg direct ervoor gezorgd, dus Willem Mengelberg, dat dat contract geannuleerd werd. Hij had een huis in Zwitserland, daar was ik weliswaar zelf nog nooit geweest, maar ik wist dat wel. Dus zijn invloed die was natuurlijk toch wel zo dat ze inzagen dat ik beter in het concertgebouworkest paste dan in zo'n opera in Bern. Was u beroemd in die tijd? We wisten wel dat ik behoorlijk vooruit kon spelen, laat ik het zo zeggen. Ja. En dat ik natuurlijk niet geschikt was om in een ondergeschikte plaats te zitten. Dat zou niks geweest zijn voor mij, dat zou ik me niet gelukkig gevoeld hebben. U bent meteen als eerste fluitist gevraagd? Altijd. Ik was nog nooit in mijn hele leven tweede fluitist. Hoe oud was u toen u bij het concertgebouw kwam? Ik werd 30 jaar, ja. In welk jaar was dat? In het 36 dus. 28 september ben ik geboren, dus ik was 29 jaar oud. Kunt u zich dat proefspel herinneren? Ja, omdat ik alleen was, weet ik dat natuurlijk zo goed. Dus met Mengelberg, zoals ik zei, een stapel muziek erbij. En alles wat hij vroeg, dat speelde ik uit mijn hoofd. Kijk, daar heb je een bepaalde programma, zou ik bijna zeggen, wat de meeste dirigenten dan vragen. Dat zijn moeilijke trekjes uit symfonieën of concerten of wat dan ook. En ja, dat speelde ik allemaal uit mijn hoofd. Ik heb die muziek helemaal niet gebruikt. Dus dat was een vrij ontspannen bijeenkomst? Ja, ontspannen in die zin. Kijk, ik was natuurlijk toch wel, ja, juist omdat ik die plaats zo graag zo wilde hebben, ben je natuurlijk toch nerveus, hè. Maar zoals ik zeg, ik kreeg die plaats zonder meer. En ik ben op handslag met dokter Heineken ben ik geëngageerd. Ik heb niet schriftelijk gedaan toen, want er was geen tijd voor. Was Mengelberg aardig? Voor mij is hij altijd bijzonder aardig geweest, ja. In wat voor taal ging dat proefspel? Hij sprak met mij Duits in het begin, maar ik sprak toen toch ook al Nederlands, omdat ik veel in mijn jeugd in Kerkrade en in, zeg maar, tot Heerlen aan toe, zelfs tot Maastricht aan toe, heb ik alles rondgezworven daar in kleine afzabeltjes enzovoort. U zei daarnet iets wat me heel erg interesseerde. U zei dat u een film gezien had van het concertgebouw. Ja, ja. Dat was eind 20 jaar. Ik weet niet meer of het 28 of 29 jaar was. Er was een film en er was een opname, daar hoorde ik het Concertgebouworkest. De geluidskwaliteit was nog niet zo goed, maar het Concertgebouworkest had toen ook al een goede naam. Dus ik kende natuurlijk alle orkesten die zeg maar als internationaal bekend waren. En de dirigenten, ja, die kenden mij hoogstwaarschijnlijk ook. Want Boene Walter, die was vroeger in Berlijn en die kwam regelmatig naar Hamburg. Klemperer, Knappersbusch, Kleiber. Nou, zo kan ik doorgaan. Hè? En ik had dus zo naar Amerika gebeld. Dat was gekund, maar dat was niet mijn bedoeling. Ik wou zo graag die plaats bij het Concertgebouworkest. Maar waar heeft u die film gezien? Ja, dat kan ik me niet meer in Hamburg. En was dat een film waarbij u ook het orkest in beeld zag? Juist, een hele slechte zwart-wit film, dat herinner ik me nog, ja. En weet u nog waar die opname gemaakt was? Nee, nee, dat moet toch wel in Amsterdam geweest zijn, dacht ik. Of op tournee ergens, dat weet ik niet. Daar heb ik ook later eigenlijk niet zoveel aandacht aan besteed. Voor mij ging het erom, kijk, ik hoorde het Concertgebouworkest en Willem Mengelberg. En dat was voor mij, zoals ik u zei, ik was daar eigenlijk al jaren zo'n beetje mee bezig. Dat is mijn plaats. Dan. Welke muziek speelden ze? Ik meen dat ze een Beethoven-symfonie speelden, maar dat weet ik niet meer zeker. Dus het kan in de soort van een Beethoven-cyclus geweest zijn. En Mengelberg die was heel erg romantisch, uitgebreid, enorm, vooral in de Matthäuspassion. Ja. Maar het moet in Duitsland geweest zijn dat u die film gezien heeft? Ja, ik kan me niet herinneren dat ik ergens anders was. Het moet in Hamburg geweest zijn, ja. En Willem Mengelberg? Willem Mengelberg heeft nooit een woord over politiek gepraat. Wij wisten wel dat zijn secretaresse, juffrouw Günther, die schijnt lid van de partij geweest te zijn. En die schijnt Mengelberg ook steeds weer geprobeerd te hebben te beïnvloeden. Maar Mengelberg heeft gezegd, ik trek me niks van de politiek aan, ik ben kunstenaar, ik ben dirigent en ik maak zo goed mogelijk muziek uit. Is dat een standpunt wat u kunt begrijpen? Ja,
kan ik begrijpen. Of schoon ik, wanneer ik zeg maar eens de situatie dan zie als Nederlander, zou ik ook waarschijnlijk gezegd hebben, ik ga niet meer naar Duitsland. Maar dat is een andere kwestie. Heeft het een verwijdering tussen u en Willem Engelberg teweeg gebracht? Nee. Nee, want kijk, dat zou ook niet eerlijk geweest zijn, want ik vertelde al eens, hij was tegenover mij altijd heel redelijk en heel, ja, ik heb prettig met hem gewerkt. U neemt hem niet bepaalde dingen kwalijk? Nee, nee. Het enige wat ik nu zei, kijk, als ik bij wijze van spreken in die situatie geweest zou zijn als Willem Engelberg, ik denk ik zou niet in Duitsland gedirigeerd hebben. Want hij had het niet nodig volgens mij, maar hij had geloof ik verplichtingen in Frankfurt, zover ik weet. Maar had u het gevoel dat daarboven gesignaleerd werd, jongens, nu zijn er twee kampen en we moeten kijken hoe we die weer bij elkaar kunnen brengen? Nou, ik geloof niet. Dat heb ik tenminste nooit gemerkt. Ik dacht dat ze allemaal tegen die NSB-groep waren, toch? Dat dacht ik wel. En Willem Engelberg? Nou, Willem Engelberg wist er geloof ik niks van. Want die was politiek absoluut een kind. Die wist er niets van. Het heeft hij mezelf verteld. Hij zei, ik doe niet aan politiek, ik maak muziek uit. En daar ben ik eigenlijk van overtuigd. Heeft me bepaalde bewijzen daarvoor gebracht ook in de loop der jaren, waar we eventueel nog op terugkomen dan straks. Maar ik moet het eerlijk zeggen, ik heb een goed contact met Engelberg gehad. Misschien kunt u die bewijzen nu vertellen? Ja, kijk, mijn moeder die overleed in 1938. Die lag in het ziekenhuis in Aken. En ik weet nog, ik stond bij de portier, ik kreeg een telegram dat mijn moeder in het ziekenhuis lag en Engelberg die kwam altijd een kwartier te laat. Nou, ik stond daar om te wachten en hij komt en ik laat hem dat telegram zien. Hij zegt, hij heeft het verschrikkelijk, zegt hij. Ik zou maar direct daar naartoe gaan. Ik zeg, wanneer moet ik dan terugkomen? Nou, als het kan, zegt hij, ga maar. Als u niet een Duitser geweest was, had hij dat ook gedaan? Dat geloof ik wel, ja. Want dat was een gewone menselijke daad. He? Nou, dan komt het volgende. In 1942 overleed mijn vader. Die was dus bij mijn zuster in een restaurant, dus een hotel hadden ze in Aken bij het station. En daar woonde hij. Ik ben nooit meer in die tussentijd in Duitsland geweest, want dan dachten, dat pikken ze me, dan houden ze me vast. Maar toen kreeg ik dus ook weer bericht en ik had dus alles voor elkaar, want ik stond onder weerplicht. Gal en ik, we hadden al een opleiding gehad van 14 dagen. Nou ja, goed, misschien dat vertellen. Af, hè? En toen had ik van de militaire kant had ik verlof. Ik heb ook een hele tijd meegespeeld. Nog, gewoon privé. Maar ik liep ook in uniform rond. Dus de collega's hebben mij in uniform rond zien lopen. En dan ging ik met Sam Bril en met Rafael Lanus gingen we samen naar huis bij mij. Kun je je dat voorstellen? Was ik in uniform? In wat voor uniform? Ja, gewoon militair. Gewoon een recruit. Wat was ik? Niks. Niks. Nou, kijk, en toen had ik dus vrij en toen moest ik bij de partijleiding komen op de Dillaressenstraat. Ik weet niet meer wie dat was allemaal. Mocht niet naar Duitsland, kreeg geen verlof. Was onbetrouwbaar. Nou, daar zat ik. En toen ik dat Mengelberg vertelde, zei hij, wat akelig toch. Dat heb ik nog onthouden. Dat vond hij akelig, ja. Daarom kan ik zeggen, ik geloof niet dat hij met die politiek iets te maken heeft. Ik heb het ook nooit gemerkt tegenover Joodse collega's. Nooit. Hij was altijd, ja, hij blafte iedereen af bij wijze van spreken als hij zo'n tour had. Maar als je goed gespeeld had, dan was hij ook tevreden en gelukkig. Toch werden op een gegeven moment de Joodse collega's uit het orkest verwijderd. Jawel, maar Mengelberg heeft toch wel, zover ik me beter herinner, bij Seyss Inquart gedaan gekregen dat ze allemaal bij elkaar bleven. Ik geloof alle 12. In Westerbork, meen ik, waren ze. Ik geloof het wel, ja. En de enige die ze opgepikt hebben, dat was een Nederlandse collega die bij ons gekomen was voor de oorlog, geloof ik, een autist, meen ik. Ik weet niet meer hoe die heette. Mulder of Muller. En die hebben ze gepikt omdat hij de ster niet op had. En die is geloof ik niet meer teruggekomen. Willem Engelberg mocht 6 jaar niet spelen met het orkest. Ja, die mocht helemaal niet meer. Hij had toch helemaal geen paspoort meer. Kijk, daar weet ik wel wat meer van. De enige wens van Mengelberg schijnt geweest te zijn, dat weet ik dan van anderen. U heeft de naam genoemd, 95 jaar oud. Kijk, die was heel bevriend met Mengelberg, Elie Heemskerk. En hij schijnt gevraagd te hebben, hij wou een proces waar hij bij zou zijn.
En dan wou hij de zaak daar vertellen. Dat is hem geweigerd. Dat is zonder dat ze hem gehoord hebben hier in Nederland. Hij mocht niet meer Nederland binnen. Dat is het enige wat ik me nog weet te herinneren. En zijn enige wens was nog één keer een concert hebben orkest te regeren. Door wie is hem dat geweigerd? Ja, omdat hij in zijn positie te veel in Duitsland was. Maar door wie is het hem geweigerd? Dat is nou de commissie die ik niet weet. Bent u het daarmee eens dat het hem geweigerd werd? Nou, ik ken hem zo, dan spreekt mijn gevoel weer en dan zeg ik nee. Ik vind dat heel hard en eerlijk ook. Ik dacht dat hij dat niet verdiend had. Want dat heeft hij ook niet lang kunnen overleven. Hij voelde toch geloof ik wel echt voor het Concerthebberorkest. Want het was zijn orkest. En dat is dan moeilijk, hè? Nu we het toch over Mengelberg hebben. U bent in het halverwege de dertiger jaren gekomen. Hoe was Mengelberg toen als dirigent? Nou kijk, ik zei al, hij was overdreven romantisch. En hij had zo weinig vertrouwen in bepaalde mensen in het orkest, wat de muzikale kwaliteiten betrof, dat ik me nog weet te herinneren dat we er met deze station spelen. En ik meen het lied van de eerde een keer, dat weet ik niet meer zeker. Dan was de fluitpartij, die was rood, wit, blauw, groen, geel, noem maar op, en zwart. Dan kon je bijna niks meer van de muziek lezen, van de noten. Ja, zegt die partij is bijna niet meer te lezen. Ja, zegt hij, dat moet ik doen, want de mensen die reageren niet. Ik zeg, voor mij kunnen de hele partij wegdoen, ik heb hem niet nodig. Maar hij was beroemd in Duitsland, u kwam daar als vrij jonge jongen binnen. Ja. En stelde hij u teleur of voldeed hij aan de verwachting? Nee, hij was zeer op mij gesteld. Nee, maar stelde hij u teleur als dirigent? Nee. Kijk, in bepaalde dingen was hij, zoals ik zeg, overdreven romantisch. Bijvoorbeeld in Matthäus Passion. Zo'n aria, die zong die dan heel breed uit, maar dat had Jochem ook. Maar voldeed hij als dirigent aan de verwachting? Jawel. Het was een meesterlijk dirigent? Jawel, hij was toch echt een grote internationale dirigent. Jawel, want wat hij met de kwaliteit van het Concertgebouworkest voor de oorlog, zoals die was, wist te bereiken, dat was werkelijk heel, heel groot. U had niet het gevoel dat hij een beetje ouder of slordiger werd? Nee, dat heb ik de mensen niet meegemaakt. Integendeel. Hij repeteerde alleen dood. Want ik kreeg een werk nooit klaar. Had altijd zoveel te kletsen. En hij kwam altijd een kwartier te laat? Ja, niet op het concert. Maar op de repetitie. Waarom? Ja, waarom? Dat was zijn manier. Ergerde het orkest zich daaraan? Och, wij wisten het. We kwamen ook wel eens te laat. Dus. Hoe dirigeerde hij? Bruno Walter? Ja. Vergeleken met Mengelberg? Oh, heel anders. Waarom? Ten eerste, ik neem aan dat Bruno Walter veel intelligenter was dan Mengelberg. Dat speelt ook een rol. En ik denk ook meer ervaring had. Want hij was niet alleen operadirigent, hij was ook concertdirigent dus. En ik meen dat Mengelberg zijn sterkste kant lag op het orkestwerk. Dat dacht ik. Maar dat neemt niet weg dat hij, ja, zoals ik zeg, met een herinnering heb, Mahler en Bruckner en wat hij dan deed. Bruckner deed hij niet zoveel, maar Mahler en Richard Strauss en zo, die dingen. Dus die krachtpatsers, die deed, en Tchaikovsky, dat deed hij uitstekend hoor, Mengelberg.